trainingsavond nummer 2. Hardlooptrainer Paul Eichelsheim van hardloopschool Be Running nam de groep weer op sleeptouw. Ze werden flink uitgedaagd, want op de planning stond een intensieve intervaltraining. Eichelsheim geeft toe dat het een zware training was. Vandaag heb je intervaltraining gedaan. We hebben de 5 keer 10 seconden run gedaan. En 5 keer 20 seconden. Het was arbeidsintensief. En dan kun je wel zien als ze terugkomen in hun stijlfase dat het behoorlijk pittig is. Dus vandaag is het aangepoten geweest. Paul heeft nog veel andere plannen voor de groep. Volgende week gaan we dus een duurloopje doen. Dus we hebben nu 2 keer een intervaltraining gehad. Vorige week woensdag hebben we er eentje gedaan. En vandaag hebben we dus 2 hele intensieve trainingen gedaan. Dus volgende week gaan we ze 7 kilometer aantikken. Ik geloof daar wel in. Ik denk dat de mensen er wel aan kunnen. En even kijken, zondag aanstaande wil ik ook nog even gaan trainen. Dus er komt heel wat. Een van de meer ervaren deelnemers, Berry Teunissen, loopt al jaren hard. Maar dit is toch weer een nieuwe uitdaging voor hem. Mijn motivatie om mee te doen aan de Zevenheuvelenavond is, ik loop normaal alleen. Ik hoorde de oproep op RN7 en ik vond het wel leuk om een keer in een groep te lopen. Dus dat is mijn motivatie om dit jaar in een groep mee te trainen. Het was goed vol te houden vandaag. Intervaltraining. 5x10, 5x20. Er was 1 iemand sneller, dus Tristan. Ik was een goede tweede.